Ja, wat ik hier nu toch vast heb. Nou, ik zal me even voorstellen, ik ben Arjan. Ik ben vandaag jullie begeleider met de kameel. Is die echt? Dit is Rocky. Ja, dit is een echte kameel. Dan mag je zo meteen even zelf ontdekken door erop te gaan zitten. Het is een heel rustige kameel. Je hoeft er echt nergens bang voor te zijn. Dus als je erop gaat zitten, dan mag je gewoon lekker knijpen in die vacht. Want daar voelt hij helemaal niks van. Dan reageert hij ook echt niet op. En dan kan je jezelf goed vasthouden. Ik zet hem daar ook voor de opstap. Dan mag je met je linkerbeen mag je door de bult heen, ertussendoor, dat is hier zeg maar. En dan kan je daarna, dan plof je erop en dan kan je lekker vasthouden. Zoals, weten jullie wat er in de bulten zit van de kameel? Ja, water. Jij denkt water, zijn er andere? Vet! Jullie denken allemaal vet? Ja, vet. Nou, heeft die partij het goed. Want er zit alleen maar vet opgeslagen in de bulten. En daar haalt hij ook zijn watervoorraad uit. Ja, dus daar zit er niet heel lang mee. Ja. Ja, in de woestijn. Ja, weet je goed. In de woestijn moet je natuurlijk heel lang kunnen zonder eten. Omdat je in de woestijn vind je niet vaak eten. Dus dan kunnen kamelen gewoon 2 weken lang voorraad opslaan aan vet in die bulten. Dus daardoor kunnen ze 2 weken zonder voer of water. Vanuit mijn bed zag ik een boom. Nou, dokter was nu bier genoeg. Maar ik nam een jubilans, want het was te vroeg. Ik ging naar mijn werk zoals meestal, maar de trein ging niet. Er was een ongeval. Ik was wel op tijd. Hoe komt het, hè, dat je hier inderdaad terecht bent gekomen? Want we hebben gehoord dat jij je eigen min of meer hebt aangemeld. En vertel maar eens wat je hier dan aan het doen bent. Want... Ja, ik moest voor mijn school, zeg maar, voor mijn examen een opdracht doen. Dus een eigen evenement organiseren. Nou werk ik zelf in de dierenverzorging bij een dierenverhuurbedrijf. Mm-hmm. En ik heb hier vroeger zelf op deze basisschool gezeten. En nou leek het mij leuk om iets met mijn werk dus op deze basisschool te gaan doen. En aangezien ik vrij veel werk met kamelen, is het eerste wat mij opkwam met kamelenritjes maken op de basisschool. Hier heb je hele grote voeten trouwens. Ja, ze hebben 2 hele grote tenen. Als ze daar erg mee overheen lopen, dan zetten die heel erg uit. Dat is omdat ze hun gewicht heel erg verdelen. Dus net niet als bij paarden bijvoorbeeld, die hebben hoeven, dus die zitten echt op één punt. Maar kamelen die moeten in de woestijn over het zand lopen. En om een beetje op het zand te kunnen blijven staan, zetten ze uit op meer oppervlakte. Dat ze dus makkelijker op het zand blijven staan en niet erdoorheen zakken. Dat is voor die kamelen heel belangrijk. Vet kan er in één bult van een kameel? Nou, dat is meteen al een hele goede vraag. Er kan ongeveer tot 40 kilo vet per bult in zitten. Hoe oud wordt een kameel? Het verschilt heel veel, want in het wild dan worden ze ongeveer 25 tot 40 jaar. Maar dat is omdat ze in het wild moeten ze natuurlijk heel goed zoeken naar voer. En dan slaan ze het ook echt op in die bulten. In Nederland dan is dat niet zo erg, want dan krijgen ze elke dag te eten. Hoeveel weegt een kameel? De mannetjeskameel die weegt tussen de 500 en de 700 kilo. Wow. En een vrouwtjeskameel zegt tussen de 400 en de 600. Dit is een mannetje. Wow. Maar, en een vrouwtje tussen de 400 en de 600. Maar over het algemeen weegt ze allemaal wel tegen de 500, hoor. Hoe wordt de babykameel geboren? Dat gebeurt eigenlijk altijd 's nachts. Dan zijn de dieren, dus bijna bij alle dieren, dan zijn ze meer op hun gemak. Dan hebben ze niet de stress van andere dieren en dan voelen ze zich het veiligste. En bij kamelen gebeurt het staand, dus dan maakt het veulen wel een val voordat hij naar beneden komt. Welke landen leven kamelen? Nou, in het wild leven ze nog voornamelijk in Saoedi-Arabië en in Egypte. En dan in de woestijnen dus. Hoe zie je het verschil tussen een mannetje en een vrouwtjeskameel? Ja, dat kan je van buiten eigenlijk niet zien. Dan zul je echt eventjes tussen de benen moeten kijken achter wat er zit. Zijn er kinderen die niet durven, die zoiets eng vinden? Ik heb er tot nu toe in 2 klassen maar eentje gehad. Die vond het wel te eng om erop te zitten.
En dan, dan laten we de kameel rustig staan en dan mag die zo komen aaien. Als kinderen nou zeggen, nou dat lijkt me nou echt een topbaan, hè, wat jij doet, zo met de dieren. En, wat moeten ze dan doen? Wat moet je dan doen? Allereerst een hart voor dieren hebben natuurlijk. En daarnaast, ik doe de opleiding dierenverzorging op de MBO. Niveau 3 doe ik. En ik ben er ingestroomd eerst gaan werken in een... eerst heb ik lange tijd vrijwillig gewerkt in een dierenasiel. En van daaruit is het idee een beetje doorgeslagen in een opleiding. Heb ik dierenverzorging gedaan op... ben ik dierenverzorging geweest in de dierentuin. En daarna ben ik verder gestroomd naar dit bedrijf. En dat is animal verhuurbedrijf. Dus daarmee ga ik eigenlijk heel het land door met dieren. Nou, wij vinden het in ieder geval helemaal te gek. De kinderen ook, hè, zijn hartstikke enthousiast. En ik zou zeggen, we gaan hem weer van stal halen. En eens kijken waar de kinderen nu voor vragen hebben. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik werd wakker uit mijn droom. Vanuit mijn bed zag ik een boom. Kadokster was nu bier genoeg. Maar ik nam mijn jubilans, want het was te vroeg. Ik ging naar mijn werk zoals meestal, maar de trein erin niet en was een ongeval. Ik was wel op tijd op de werkvloer. De NS had gezorgd voor vervangend vervoer. Kamelen, kamelen.